Het Maaswouw College Oosterweg heeft met hun goede doelenactie in totaal 13.116 euro opgehaald. In het kader van het project Wiegens Warmste Week is vorige week een soort serious request gehouden om geld in te zamelen voor Oekraïense vluchtelingen. Zo organiseerden leerlingen verschillende acties en zaten twee leraren en een locatiemanager 4 dagen opgesloten in een huisje op het schoolplein zonder eten. Vrijdag zijn deze medewerkers weer vrijgelaten en werd het bedrag onthuld tijdens het Wiegens Warmste Festival.